Oké, Liz. Ga je gewoon George ontmoeten? Ik kan gewoon niet geloven dat dit nu gaat gebeuren. Ik ben echt zo benieuwd. Echt benieuwd. Want de vorige keer dat ik hier was, was hij nog niet voor mij. En ik zou niet eens weten dat ik hem ooit zou kunnen krijgen. Dus ik had een soort van afstand een beetje gehouden. Ja, nu is hij voor maar jou. Nu weet ik gewoon, alles wat ik aanraak van hem, is van mij. Oké, Liz. You can meet Georgie. Vet cool. Ja, ik geloof het nog niet. Oh, daar is hij. Oh, daar is hij. Georgie. Kijk hem. Oh, dat is echt lief. Hey, George. Hey. Hallo. Oh. Dat is echt mooi, hè? Oh, my god. Dat je dit kan ik gewoon echt even niet geloven, Liz. Dat is echt knap. Vind je hem mooi? Ja, ik vind hem heel knap. Oh, ik dacht dat misschien als je hem ziet, denk je van, mooi, is dit het nou? Ja, hij heeft echt een onwijs mooi hoofdje. Oh, maar kijk die nek ook. Oh, hij is aan het lunchen. Een unicorn. Het is echt een soort van unicorn. Hallo. Ik dacht eigenlijk meteen, dit is echt een goed zak. Hij was lief, hij kwam meteen eigenlijk knuffelen. Het was echt meteen echt super mooi paard. Echt gruwelijk gewoon. Ah, oh, zo lief. Ik zie, hij heeft hier een soort van een uitstekend bot. Dat heeft hij altijd al gehad. Ja, dat is ook gewoon hard. Maar het geeft niet hoor dat je daar een botje hebt. Hé hey Liz, luister, dit is toch gewoon de beste deal ever? Ja, oh, ja. Wat heb je nou aan geld? Dan zie je cijfertjes op je bank zitten. Nou, kan je een beetje staren naar nulletjes? Dit is toch veel mooier? Beter. Gewoon, je tekent een contract en dat je dan dit krijgt. Oh my god. Ja, George is sowieso Brit haar droompaard, maar ik denk dat het iedereen zijn droompaard is. You gonna miss him? Ja. Oh. Like part of the family. Here so in Spain, they call him, you told me, the Spanish Totilas. Yeah, because he's so such an extra special mover. Cool. You don't see a Spanish horses like him. De grote liefde voor George bloeide op in 2014. Brit zag deze beelden van George op het WK voor jonge paarden in Verden, Duitsland. Daar maakte George niet alleen indruk op de jury, maar op iedereen die hem zag. In de jaren daarna bleef George op hoog niveau presteren. Hij won diverse grote prijzen. Ja, George is echt een fantastisch paard. Die heeft zich al op heel hoog niveau bewezen. Dus nu gaan we natuurlijk hopen dat dat met Brit eigenlijk net zo goed gaat komen. Oké, ik ga nog niet rijden op vandaag, Liz. Nee. Want hij moet vet lang in de vrachtwagen. Dan kan je nog even een beetje relaxen. Een beetje uitrusten. Ja, want anders ben je moe. Het is een zware reis voor jou. Ik vind het niet jammer dat je er nu niet op kan. Ja, ik wil er echt wel op. Ja, ik kan gewoon niet wachten dat ik voor de eerste keer ga rijden. Het liefst ga ik gewoon echt 3 keer per dag. Gewoon, neem ik gewoon de komende 3 maanden vrij. Alleen maar paardrijden. Ja, hij moet wel voor die reis moet hij wel even rustig aandoen. Oh, hij wil eten. We have many grass, many fields in Holland. Kijk hem blij kijken. Maar hij blijft ook heel netjes achter het randje. Ja. Oh nee, toch niet. Om voorzichtig aan elkaar te kunnen wennen, neemt Brit George mee naar de binnenbak, waar ze rustig samen kunnen stappen. Oh. Rustig maar, Georgie. Oh, nou. Kijk eens. Kijk. Goed zo, Georgie. Het was ook wel een beetje eng, hè? Braaf. Ja, vind je jezelf mooi? Draaf. Goed zo! Braaf! Braaf! Oh! Oh! Goed zo! Braaf! Oh! Georgie! Georgie! Oh! Rustig maar, het is een vrachtwagen! Braaf! Hele aflevering kijken? Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.